Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. En deze video is weer een maandreading, maar voor de maand mei. En ook is deze video speciaal voor de weegschaal. Dus ben je in de weegschaal of is je ascendant een weegschaal, dan komt hier zo meteen jouw maandreading. Het zou kunnen zijn dat niet alles overeenkomt, omdat ik gebruik maak van het algemene, zeg maar. Dus misschien kan je alles plaatsen, misschien een klein gedeelte en misschien wel helemaal niks. Als je niks kan plaatsen, kan je eventueel kijken bij je ascendant. En wie weet dat dat jou meer antwoorden kan geven. Daarnaast ga ik de laatste dag van mei niet behandelen. Want de laatste dag van mei valt echt in een drukke week met alleen maar de dagen van juni. Dus die neem ik mee in de maand juni. En nou, lieve weegschaal, we gaan eens kijken. Wat is het thema voor jullie deze maand mei? Wat is het thema voor jullie deze maand? Er vallen een aantal kaarten uit. Het hoofdthema is vriendschap. Dus het kan zijn dat je deze maand, de maand mei, meer bezig bent met vriendschappen, mensen om je heen. Zoeken misschien juist naar nieuwe vrienden. Misschien ben je juist op zoek naar mensen die beter bij je passen. Je wilt meer positieve mensen om je heen vormen. En het zou ook kunnen zijn dat je denkt, coronamaatregelen zijn versoepeld. Ik ga wat meer onder de mensen komen. Er komt dus meer samenwerking. Je gaat je weer wat meer kunnen bewegen. Je gaat eigenlijk weer wat meer, ja, bij wijze van spreken, dansen door het leven heen. Het kan wel zijn dat je je soms tegen laat houden. Of dat je soms zelf jezelf een beetje tegenhoudt. En dat kan op verschillende gebieden zijn. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van je emoties. En daarom is vriendschap ook erg belangrijk. Het heeft voornamelijk ook te maken met dat je misschien dingen in het verleden hebt meegemaakt. Waarbij je dus hebt gedacht, ik wil misschien andere mensen om me heen die mij verder kunnen helpen. Of andere mensen om me heen die wel positief in het leven staan. Noem het maar op. Dus vrij veel thema's voor jullie, lieve weegschaal. We gaan eens even kijken. De eerste 2 dagen van mei ga ik even kijken wat dat voor jullie nog meebrengt. Dat is 1 en 2 mei. En ik ga even mijn kaartje pakken. Even kijken wat kan ik jullie meegeven, lieve weegschaal, voor 1 en 2 mei. Oké. Ja, ik had het al gezegd, in het hoofdthema staat echt verbinding op 1. Dus vriendschappen, verbindingen voornamelijk met anderen. Je gaat steeds meer in je kracht staan, lieve weegschaal. Je komt meer tot jezelf, je komt meer tot ontplooiing. Ik merk dat je meer je grenzen durft aan te geven. Je staat weer stevig met beide voeten op de grond. En dat heb je nodig om dus echt verder te gaan kijken. Dus het kan dus ook zijn dat dit dus al het begin is met, ik ga bijvoorbeeld een groep oprichten om samen te komen voor, weet ik veel, een studiegroep. Of misschien een nieuwe vriendengroep creëren die allemaal in hetzelfde geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld in auto's. Je wilt meer verdieping. Dus je gaat op zoek naar mensen die met jou ook die verdieping in kunnen gaan. Of die jou wat bij kunnen leren. Het kan dus echt op het spirituele gebied zijn, maar het kan ook op een heel ander gebied zijn. Dus zo ga je inzichten creëren voor jezelf, voor wat je verder wilt gaan ondernemen. Ik ga even verduidelijking vragen voor 1 en 2 mei voor jullie, lieve weegschaal. Een verduidelijking. Ja. Je bent echt bezig met vernieuwing. Dus je wilt graag verder. Verbinding staat centraal. Nieuwe hoofdstukken, misschien zelfs wel nieuwe studies. Cursussen zou ook heel goed nog kunnen. Je bent eigenlijk echt aan het bijleren, leren over jezelf, leren over anderen, leren van anderen voornamelijk ook. Dus het zou me niks verbazen als je
dit weekend ook iets van een cursus of studie of iets dergelijks op de planning hebt staan. Of misschien aan het plannen bent. Bouw niet te hoog een muur voor jezelf op. Dus durf wel bladzijden om te slaan. Je weet nog niet hoe het helemaal gaat aflopen, maar mijn gevoel zegt zeker dat het wel goed gaat aflopen. We gaan eens even kijken naar week 1. Dus de echte eerste week van mei. Dat is 3 tot en met 9 mei. Wat kan de weegschaal verwachten? 3 tot en met 9 mei. Ik voel meer ontspannenheid. En je krijgt meer inzichten. Het kan zijn dat je op het spiritueel niveau bezig bent. Ik voel veel spiritualiteit ook om je heen. Het is belangrijk dat je gaat vertrouwen in wat je kan en wat je wil. Ik merk dat je soms twijfelt en dan op zoek bent naar antwoorden. Maar die antwoorden heb je eigenlijk al. Dus het is voornamelijk belangrijk dat je gaat vertrouwen. Daarnaast is de kwestie van overgave. Dus durf je over te geven, durf even je controle los te laten. Je hebt in het eerste weekend dingen misschien al gepland. Je hebt misschien stappen ondernomen. En deze week mag je het wat losser gaan laten. Dus stel je voor je bent bezig met een weekend te organiseren. En je merkt nu niet zo heel veel. En daarom wil je nog meer promoten en dat soort zaken. Probeer het ook eens om met de juiste intentie in je gedachten om het zo neer te zetten. En kijk eens dan wat er gebeurt. Weet dat als je durft te vertrouwen en je durft je over te geven, dat je ook dingen in zijn werk kan zetten. Ja, blijf geloven dat het mogelijk is. Ja, en er komen echt inzichten. Dus ik heb het gevoel, het zal me niets verbazen, dat een aantal van jullie lieve weegschaal op het spirituele reis gaat, zeg maar. En dat kan letterlijk zijn, maar kan ook in jezelf zijn. Ik ga even vragen voor een verduidelijking. Ik zie ook iets van een bijeenkomst. En dat kan via Zoom zijn, kan ook in het echt. Maar het zal me niks verbazen als jullie, als een aantal van jullie daadwerkelijk een soort van bijeenkomst heeft om een cursus of een workshop te volgen. Of het misschien zelf wel in de hand hebt gezet om bijvoorbeeld met z'n allen te gaan mediteren. Want hij valt er nog een keer uit. Even kijken. Verduidelijking voor 3 tot en met 9 mei. Verduidelijking 3 tot en met 9 mei. Woe. Ja, blijf geloven. Op dit moment kan het zijn dat je dingen ziet als een obstakel. Je moet even geduld hebben. En als je geduld hebt, dan komt het echt wel. Dus blijf geloven en hou geduld. Probeer dan even afleiding te zoeken deze week. Zodat je jezelf en voornamelijk het proces niet in de weg gaat zitten. Want ik voel ook dat een aantal van jullie misschien wel gaan solliciteren. En dan wil je bij wijze van spreken de volgende dag meteen bellen. Goh, weet je al iets? Heb geduld. Het antwoord komt naar je toe. Nou, we gaan eens kijken in week 2. Dat is 10 tot en met 16 mei. Lieve weegschaal, wat mag ik jullie meegeven? 10 tot en met 16 mei. En wat ik meteen merk, is dat je dingen van verschillende kanten gaat bekijken. Dus ik voel groei. Ik zie dat je dingen van verschillende kanten gaat bekijken. Opluchting, maar ook meer vrolijkheid. Dus het voelt als een hele positieve week. En je bent bezig gegaan, je gaat bezig aan zelfreflectie. Dus misschien ga je bezig met in de spiegel te kijken en zeggen ik hou van je of iets dergelijks. Maar het zou ook kunnen zijn dat je jezelf complimenten gaat geven op het gebied waardoor je doorheen bent gegaan. Oh, ik ben zo goed bezig geweest met geduld hebben. En kijk, nu worden de vruchten geworpen. Elf van mediumschap. Ik zei het net al, een aantal van jullie gaan echt wat met de spiritualiteit verder doen. Dus het kan zijn dat je ineens nieuwe dingen ontdekt. En dat kan zijn dat je gaat vertrouwen op je intuïtie. Het kan zijn dat je derde oog gaat openen. Het kan zijn dat je denkt, ik ga wat aan mijn chakras doen. Maar ik heb het gevoel dat je heel veel dingen ook gaat leren of gaat inlezen. Eigenlijk is het deze week ook dat je wordt teruggebracht naar jezelf.
naar de wijsheid die je eigenlijk al in jezelf hebt. Je gaat ook deze week andere mensen helpen om inzichten te krijgen in hun leven. Waardoor jij en de ander tegelijkertijd vooruit gaan. Het kan soms wel een dag tussen zitten dat, dat je je wat terugtrekt. Maar dingen lijken anders dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus stel je voor dat je zat te wachten op het telefoontje van je baan. En je krijgt het telefoontje, het gaat niet door, we hebben iemand anders aangenomen. Nou, dan kan het zijn dat je heel deprimerend voelt. Maar het zou zomaar in deze week weer kunnen omschakelen. Dat is hier ineens bellen, goh, we hebben de verkeerde opgebeld, onze excuses, kom maar. Dus niet alles lijkt hoe het in het begin eruit ziet. Let wel op je eigen frustraties, want het zou wel ook een week kunnen zijn waar je soms door frustraties jezelf wat gaat opkroppen en dat dan in één keer een uitbarsting is. Dus het is belangrijk, hou dat onder controle. Maar ja, wat ik al zei, dit is een hele nieuwe week. Dingen worden in nieuwe schoenen gezet. Je gaat dingen anders aanpakken, maar er komt ook veel meer communicatie. En ik heb het gevoel dat je ook communicatie vanuit boven gaat ontvangen. Het kan zijn via iemand anders, het kan zijn via jezelf. Of misschien dat je zelf denkt, goh, dit was een teken van bijvoorbeeld mijn oma. We gaan eens een verduidelijking trekken voor week 2, 10 tot en met 16 mei. Ja, de zon gaat voor je schijnen. Er komen successen, positiviteit. Het is tijd dat je gaat stralen deze week. Dus veel gaat er gebeuren. Nou, we gaan eens kijken naar de week erop. 17 tot en met 23 mei. Lieve weegschaal. 17 tot en met 23 mei. Wat mag ik jullie meegeven? 17 tot 23 mei. Het voelt als een wat rustigere week. Ik merk frustraties nemen ook af. Je hebt wel meer behoefte aan contacten. Maar niet per se dat je mensen hoeft te zien. Dus ik zie symbolisch bijvoorbeeld veel appgedrag, Facebookgedrag, belgedrag. Ja, je bent in deze week, terwijl het wat rustiger is, wel nog bezig met dingen te verwerken. Met, wow, wat voor weken heb ik nu achter de rug? En wat is er allemaal gebeurd? Maar je bent tegelijkertijd ook aan het ontdekken. Dus je wordt je steeds meer bewust dat je een nieuwe kant aan het opgaan bent. En ik zie ook meer leren, alsof je echt aan het studeren of iets gaat. Of misschien wel dingen inlezen. Het kan je soms een beetje overspoelen. Dus deze week is echt even bijkomen. Ik ga even kijken voor een verduidelijking. Lieve weegschaal, wat mag ik jullie meegeven? Oké. Ja, het is belangrijk dat je voor jezelf gaat handelen deze week. Dus luister naar jezelf. Je vaart echt voorwaarts. Alleen het heeft even tijd nodig. Je bent er niet in één keer. Het kan dus zijn dat je het gevoel hebt dat je stilstaat. Maar je handelt al. Nou, nogmaals, weer dezelfde kaart die er net al uitvloog. Successen, positiviteit. En het zou zelfs kunnen gaan om een relatie. Het zou ook kunnen gaan om een goede vriendschap die hechter wordt, waardoor je dus juist contact zoekt met mensen om je heen. Dus het kan ook echt staan voor mensen om je heen. Nou, dan gaan we naar de laatste week. Dat is 24 tot en met 30 mei. De laatste dag behandel ik niet, die doen we in de maand juni. Wat kan de weegschaal verwachten in de laatste week van mij? Ik voel opluchting en vrolijkheid, maar tegelijkertijd ook zoekende. Het kan zijn dat het allemaal tegelijkertijd speelt. Het kan ook zijn dat het verdeeld is over een aantal dagen. Je gaat toch nog even terugkijken naar wat is er gebeurd. Wees je wel bewust dat je dingen niet meer kan veranderen aan de dingen die zijn gebeurd.
Het kan dus zijn dat je dus inderdaad een ontploffing bijvoorbeeld hebt gehad. Of dat je nu misschien terugdenkt, goh, had ik het maar anders aangepakt. Of, oh, wat heb ik het goed aangepakt. Probeer het verleden een beetje los te laten. Nou, ik zei het al, ik voel me opgelucht. Het is een bevrijding deze week. Je komt wat meer tot jezelf. Wat geeft echt verlichting. Je gaat opnieuw stralen. Dat is de vrolijkheid die ik voel. En je krijgt gewoon, ja, de leiding. Je neemt echt de leiding over welke richting jij op wilt. En daarvoor is het belangrijk. Je bent nieuwe hoofdstukken begonnen. Je gaat naar je intuïtie. Wees lief voor jezelf. Ja, ik zei het al. Je bent nog wel aan het onderzoeken. Dus je gaat toch verder op onderzoek uit. Je gaat misschien dingen nog wat uitvergroten. Om te kijken, ben ik echt op de goede weg? Maar voornamelijk durf te vertrouwen. Want de wijsheid heb je in jezelf. En als jij deze kaartjes combineert, dus je intuïtie, kan je gaan volgen, kan je gaan uitvergroten. Wat gebeurt er dan? Dan kom je bij je wijsheid. En die wijsheid gaat jou verder brengen. Richting de maand juni. Ik ga even kijken, lieve weegschaal, welke extra boodschap ik jullie mee mag geven. Waar jullie je hele maand mei aan vast kunnen houden. Wat mag ik de weegschaal meegeven voor de maand mei? Ik verander wat ik anders wil. Nou, we hadden het er al over, hè, dat je flinke stappen gaat maken. Ik vertrouw op mijn gevoel. Die is ook heel belangrijk. Ik ben vrij. En ik mag fouten maken. Dus wanneer je naar het verleden kijkt en je ziet alleen maar de negatieve kant of alleen je fouten, weet dat je die gewoon mag maken. Dat er niks aan de hand is, want de toekomst kan alsnog anders uitpakken dan dat je zelf denkt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens jou een fijne maand toe. Met ook heel veel succes en heel veel liefde. Vond je dit een leuke video? Kan je duimpje omhoog doen en je kan je abonneren op dit kanaal. Je kan me ook volgen via Facebook en via Instagram. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!